Ah! What the fuck? Ah, what the fuck, man? Fuck. Oké, jongens. Onze Tom is zojuist echt de stuipen van het lijf gejaagd. En ik ga jullie even snel laten zien hoe we dat exact doen. Tom, gaat het een beetje? Ja, ja. Ik ben heel benieuwd hoe sommige dingen gingen. Ik denk dat je wel gaat. Oh my god. Fuck. Kijk, dit is helemaal niet zo relevant. Het begint allemaal met deze kleine rakker. Die klik aan, klik uit. Oh my god. Heel simpel. We hadden de A ingesteld op een lampje daar. Oh, makkelijk. Ja, wireless. Ja, ja. Ja, die hielp me. Want toen kreeg ik tenminste nog een soort van contextueel licht. Heel eventjes. Maar dat was natuurlijk met net zo makkelijke knop ook weer uit te zetten. Oh, wauw, wat handig! En ja, nu is het even niet aangesloten, maar wel. Kom even kijken. Met vingercamera, even erbij. Hier zit een camera, maar die is aangesloten met HDMI achter een ghillie suit in deze televisie. Maar zoals je kan zien, er staan hier meer monitoren. Ik bedoel, dat wordt wel eens gebruikt. Dus je kan niet echt zien dat deze gewoon aangesloten is op een voeding hierachter. En daar is where the magic happens, want kijk, op het moment dat je dit aanzet. Dit krijgen we een live view te zien natuurlijk. Dus dit dat is, pakte me ook op. Ik wou zeggen, dat is natuurlijk best wel creepy als je ineens jezelf ziet. Nou, ook weer net zo makkelijk uit te zetten natuurlijk. En dan het vallen van de helm. Oh, ah, what the fuck? Dat kun je denk ik nog wel zien. Dat kon maar één keer, dat moest één keer goed gaan, want het is best een zware helm. Maar dat is gewoon goud oud visdraad. Kun je dat zien? En dat liep gewoon zo achter door de kast. En ik zat hier. Ik zat van mijn soort van. Wat gebeurde hier achter? Creepy space. Nou, ik stond gewoon hier. En daar zie je zo'n klik aan, klik uit. Echt zo'n, ja, zo'n standaard ding. Wat je dus gewoon met zo'n afstandsbediening kan besturen. Hier was mijn visdraadje. En ik heb echt als een ninja moest ik heen en weer. Want het eerste wat er gebeurde, dames en heren, weten we het nog. De lade die uitkwam. Kom. Oh, wow, 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 wow. Fuck me! Let op, hierachter, ik weet niet of je het kan zien, of het gordijn weg, zit een, ja, een stofzuigerbuis. En dat zat hier al in. En is gewoon een kwestie van. Open duwen. Oh my god. Ik zat ook zo dicht op het scherm, dus dat ding was ineens in mijn face. En Henk lag erin en die gaf me nog wel een soort van comforting. Een soort van comforting. Comforting vibes. Oh my god. Like, oh. Nou jongens, dat was, even kijken, volgens mij hebben we alles gehad, ja, en natuurlijk. Ja. Waar kwamen die geluiden vandaan? Wat houdt hem vandaan? Oh, the fuck. Oh, what the fuck? Huh? What the fucking shit. Bluetooth boxje. Oh, dat fuckte me zo op. En dat is natuurlijk het mooie van de hedendaagse technologie, alles is draadloos. Dus ik kon gewoon zo van een afstand van daarachter. Gewoon zoek op creepy crying baby. We hebben vanmiddag al even een beetje gekeken. Oh, welke is het meest fucked up? Nou, deze was het meest fucked up. Oh. En natuurlijk de crème de la crème, maar dat ga je natuurlijk nog helemaal zien in de timelapse en alles. Ja, wacht. Wacht. Want, ja, jullie gaan natuurlijk zo zien hoe ik graag gesminkt ben. Maar Salem zat lekker relaxed daarachter in de garage. Ja. Ik heb 27 minuten, want we hadden echt timestamps gemaakt. Van minuut 0 tot 15 doen we niks. Van minuut 5 tot 10, dan op minuut 16 doen we dit. We wisten precies op welke seconde wat zou gebeuren. En ik zat dus 26 minuten lang hier in dit fucking hoekje. What the fuck? Met een glaasje water en kou om niet te hoesten, weet je wel. Dus, en ik zag mezelf daar al in het beeldscherm echt 2 minuten lang achter Tom staan. Ik denk, please, kijk nou zelf, dan hoef ik geen geluid te maken. Dan schrik je nog meer. Nee, het geluid fuckte me echt. Want ik wist niet eens dat jij de hele tijd daar zat. Ja. Ik dacht, je bent misschien like, super... Want ik zat helemaal in de game en de geluiden waren hard genoeg. Dus ik zat er helemaal in. Je had echt van alles kunnen doen, maar je stond ineens zo fucking dichtbij. Ik was like, what the fuck? Nou ja, dit is de... Het is zo best geworden. Mariska, professioneel make-up artist, heeft me opgemaakt, gesminkt. Je ziet hoe het eruit ziet. We gaan er nu naar kijken. Oh. Meisje, bedankt, je hebt het super goed gedaan. Ik herkende je niet eens, man. Het voelt echt heel eng. Mag ik ook even? Ja, heel erg. Sorry, maar het bloed rook wel lekker, had ik het idee. Ja, het rook echt heel zoet. Oh. Ik zat er ook een snottenbel zo hier bij mij, want ik dacht ook niet opsnuiven. Oh, dat had je gewoon kunnen doen. Het is zover. Een droom van me gaat uitkomen. Dit is Mariska. Hi, Mariska. Hoi. En die gaat mijn make-up artist, hoe heet dat? Ja. Visageren, grimageren. Opmaken. Tot ondoden. En dit wordt mijn hoofd.
Het wordt echt heel erg vet. Ik ben groot fan van The Walking Dead. En dit moet, ja, gewoon fucking eng worden. Want Tom moet echt een week niet kunnen werken. Want hij gaat serieus overmorgen op vakantie. Dus ik hoop serieus dat ik daar effect op heb. we gaan aan de slag. Het wordt heel werk.